En dit vind ik overigens zelf een van de leukste pleintjes van Rotterdam. Het ziet er nu een beetje somber uit, zo 's ochtends met al deze mist eromheen. Maar hier heb je natuurlijk een Vietnamees zitten, een Vietnamese broodjeszaak zitten, Koreaan zitten. Er zit hier een Italiaan, zit een aantal koffiezaken. Dus dit is echt wel een beetje de belichaming van de opkomst van de horeca 2015-2016 in Rotterdam. In 2017 gaat er veel gebeuren, maar ik pak even twee dingetjes uit. Eén, en dat is dat eigen restaurant eten hoeft steeds minder in restaurants. En dat noemen ze de delivery trend, dus er wordt steeds meer thuisbezorgd. Dus dat je ook echt goed restaurant eten thuisbezorgd kan krijgen. En een tweede, en dat is een trend die al veel langer bezig is, maar die denk ik in 2017 echt gaat opvallen, is dat het steeds meer lokaal moet. Ook als het om bier gaat, ook als het om worst gaat, dat wordt eigenlijk steeds belangrijker.